Do you feel like you don't speak enough Dutch? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and fluency fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. Learning to carry a conversation is vital to mastery of any language. Even beginners can quickly learn conversational language well enough to carry on real conversations with native speakers. Of course, beginners won't be able to carry a conversation the same way they could in their native language. But just knowing a few tips, like which questions to ask to keep a conversation going, are all you need to speak and interact with real native speakers. Before we get to specific suggestions, let's first take a closer look at how having real conversations in your target language is so vital to your mastery of the language. Communicating with other people is the very point of language, and conversation comes easily in our native tongue. For beginners, or anyone learning a new language, conversations aren't easy at all, and even simple greetings can be intimidating and awkward. Nothing kills a conversation faster than long periods of awkward silence, so you need practice and specific strategies to avoid them. When you know what to say to keep a conversation going, communication becomes much easier and you make a better impression on your listener. Nothing will help you learn to speak a language faster and truly master the language than having real conversations with native speakers. Conversations quickly expose you to slang, cultural expressions, and vocabulary that force you to absorb and assimilate information faster than any educational setting. And that's a great thing. But how can you possibly have real conversations with real people if you're just starting out? Here are three proven methods that even beginners can quickly use to learn conversational language to make a great impression and avoid awkward silences. First, ask questions to keep a conversation going. For beginners and even more advanced speakers, the key is to ask questions to keep a conversation going. Of course, they can't be just random questions, or else you may confuse the listener. But by memorizing a few key questions and the appropriate time to use them, you can easily carry a conversation with minimal vocabulary or experience. And remember the more conversations you have, the quicker you will learn and master the language. Second, learn core vocabulary terms as quickly as possible. You don't need to memorize thousands of words to learn conversational language. In fact, with just a couple hundred words, you could have a very basic conversation. And by learning maybe 1,000 to 2,000 words, you could carry a conversation with a native speaker about current events, order in restaurants, and even get directions. To help you get started with this, check out our 2,000 Common Words, also known as our Core List. These 2,000 words are all you need to learn to speak fluently and carry a conversation with a native speaker. Third, study video or audio lessons that you can play and replay again and again. If you want to know how to carry on a conversation, then you need exposure to native speakers, and the more, the better. Studying video or audio lessons is ideal because they provide contextualized learning in your native language, and you can play them again and again until you achieve mastery. Our instructors have created more than 2,500 video and audio lessons that you can play over and over. And the best part is, they don't just teach you vocabulary and grammar. They are designed to help you learn to speak and teach you practical everyday topics like shopping, ordering, and more. Although it may seem intimidating for a beginner, the truth is that it's very easy to learn conversational language. Just learn a few core vocabulary terms and which questions to ask to keep a conversation going. Our language learning program has the world's largest online collection of video and audio lessons by real instructors, plus tons of advanced tools to help you learn to speak and carry on a conversation quickly. Just a little practice and exposure to real conversations or lessons is all it really takes. So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Hello, and welcome to this next Dutch lesson where we will talk about the must know phrases in Dutch. My name is Stella and I will be teaching you some very useful basic phrases in Dutch today. So let's get started. The first word of the day is Hallo. Hello. Hallo. Hello. So as you can see, the standard Dutch greeting is very similar to the English one. Um, now, if you feel like mixing it up a little bit, you can also say hoi, uh, which is our version of hey, and it's slightly more informal. Now, if you want to be a little less casual, for example, if you arrive at work in the morning, um, you could say this: "Goedemorgen." Good morning. Goedemorgen. Goedemorgen. Now, if you want to be a little less casual, for example, if you arrive at work in the morning, you could say this: "Goedemorgen." Goedemorgen. Good morning. You can also say this to anyone else you meet in the morning, um, for example, in a shop or the person you wake up next to. If it's in the afternoon, you could say this, "Goedemiddag," good afternoon, "Goedemiddag," "Goedemiddag." This one is much more formal than uh, "Goedemorgen." Um, in the Netherlands, you can say "Goedemorgen" to anyone, but "Goedemiddag" is really only used when starting a conversation with someone you don't know, for example at the supermarket or at the beginning of a phone call. "Goedenavond," good evening, "Goedenavond." Goedenavond. Good evening. This one is pretty formal. You do best to only use it, for example, when entering a restaurant or something like that. Who heet u? What's your name? Who heet u? Who heet u? What's your name? Bear in mind that the Dutch have a formal you which is U, and an informal you which is Je. So if you're asking a child um, or a classmate what his or her name is, you should probably go with. Who hate you? Now, after learning someone's name, you will likely be asked um, to say yours, to which you could say ik ben, I'm, ik ben. Enter your name here. So in my case, it would be ik ben Stella. Ik ben Stella. I'm Stella. It's just your basic introduction. After you've both stated your names, uh, you'll likely shake hands and say something like this. Leuk je te ontmoeten. Nice to meet you. Leuk je, te ontmoeten. leuk je te ontmoeten Nice to meet you Now remember the difference between je and u. Um, if you're meeting a new client at work, uh, you may want to say leuk u te ontmoeten, just to class it up a bit. Another useful sentence right after introductions is Hoe gaat het? How are you? Who gaat het? Hoe gaat het? How are you? It's a nice way to get to know a little bit about the other person if they feel like sharing. Most of the time, though, they will probably just say that they're fine and leave it at that. And that would sound like this: Het gaat prima, dank And met jou? I'm fine, thanks. And you? Het gaat prima, dank je. And met jou? Het gaat prima, dank je. En met jou? I'm fine, thanks. And you? So, when people ask you this, it's probably better not to launch into a 15 minute speech about how you are really doing. Um, keep it short and to the point. Now, here comes one that's rather ambiguous. Alstublieft. Please. Alstublieft. Alstublieft. Please. First of all, when saying this to someone you know well, um, say, Alstublieft. Je, you, remember? Um, but whichever one you use, it can also mean, here you go. Um, so you say it when you when you're asking someone for something, uh, but also when handing it over, it's pretty confusing, right? Crazy Dutchies. When someone hands you something, um, or someone has done something nice for you, the polite thing to do is say this: dankje. Thank you. dankje. je. Dank je. Thank you. And again, if you're in a formal situation, say Dank u. Next one is uh, what you say after that. You're welcome. graag Now this is probably a hard one um, because of the notorious Dutch ch sound. Um, just remember, if you pull this off, you'll sound very Dutch indeed. The next two are really short and to the point. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Yes. Nay. Nee. No. Nay. Nee. Nay. Nee. No. Just your basic yes and no. Use them wisely. The next one is easy. Um, you'll all recognize it immediately. Okay. 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 And of course, it means okay. It's the same word and you can basically spell it any way you like, so go to town. Excuseer. Excuse me. Excusier Excuseer. Excuse me. You can say this if you want to pass by someone and you need them to move, for example. The second way to apologise in Dutch is. Het spijt me. I'm sorry. Het spijt me. Het spijt me. I'm sorry. You can also say uh, sorry if you've done a small thing wrong, but if you have really made a mess of things, um, you may want to go all the way and just go with. Het spijt me. So let's move on to a few short questions. First one is. Hoe laat is it? What time is it? Hoe laat is it? Hoe laat is het? What time is it? A literal translation would be how late is it, um, but we use this whenever we just want to ask for the time. Where is the toilet? Where is the restroom? Where is het toilet? toilet? Where is the restroom? So I'm sure you recognize the word toilet in there, um, but if you want to sound very Dutch, use WC for water closet. So then you would say, Waar is de WC? The next one isn't a question but a request. Wacht even. Wait a moment. Wacht even. Wacht even. Wait a moment. You can use this if someone um, is talking to you while you're busy, uh, or if you need someone to not move while you grab something from a different aisle, etc. It's a very useful sentence. So if you're in a shop and you want to ask how much something is, you can ask, hoeveel kost it?" How much is this? Hoeveel kost dit? How much is this? Though usually when you're in the Netherlands, um there will be clear price tags on everything. Um the Dutch don't haggle. <laughs> if you've eaten at a restaurant uh, and you want the check, say, mag ik de rekening alstublieft? Could I get the check please? Mag ik de rekening alstublieft? Mag ik de rekening? Could I get the cheque, please? Now remember, um, Dutch people will often split the bill. Um, so if you want to ask for the cheque, but you don't want to necessarily imply that you'll be the one paying for it, um, you could say, Mogen wij de rekening, alstublieft? Which means, um, could we get the cheque, please? Here's a word you really need to know, but um, you probably already do help. 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 It just means help. Sometimes life will throw you a bone. Tot later. See you later. If you're taking leave of someone, um, you can say tot later, tot later. See you later. You can also just say later. Uh, that's been catching on quickly lately. Here's a slightly more formal version of saying goodbye. Tot ziens. Goodbye. Tot ziens. Tot ziens. Goodbye. You're technically saying the same thing you were earlier. Um, it just means that you'll see each other again. But this is the one you would use in a grocery store, um, whereas you would say tot later or later to a friend. So that's all for today. Um, these were the must know phrases in Dutch. Uh, if there's anything missing from this list, make sure to tell me in the comments. Um, like and subscribe to this channel. Uh, and if you'd like to learn more Dutch, visit um, Dutchpod101.com. Thanks and goodbye. Hello, Anna. How gaat it? Hoi Marijke. Goed, dank je. Hoe gaat het met jou? Goed, dank je wel. Hoe gaat het met Jan? Heel goed. En met Bert en de kinderen? Ook goed. Wat een verrassing. Ja. Woon je weer in Nederland? Ja, ik woon weer hier. Ik woon weer in Amsterdam. In het centrum? Ja. En waar woon jij? Ik woon ook in Amsterdam. Werk je in het centrum? Ja, ik werk hier. Werk jij ook in het centrum? Nee, ik werk thuis. Hallo, ik heet Marleen. Leuk je te ontmoeten. Hi, I'm Marleen. Nice to meet you. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Dutch. We'll start speaking right away, but first it's important to clarify that in Dutch there's a difference between the formal and the informal language. Let's first see how Dutch people introduce themselves in an informal situation. Hallo, ik heet Marleen. Leuk je te ontmoeten. Hi, I'm Marleen. Nice to meet you. Hallo, ik heet Marleen. Leuk je te ontmoeten. Start by saying Hallo, ik heet. Then say your name. Hallo, ik heet Marleen. Finally say leuk je te ontmoeten. Hallo. Ik heet Marleen. Leuk je te ontmoeten! En nu, let's see the same sentence in formal speech. Goedendag, ik heet Marleen van den Berg. Aangenaam. Good day, I'm Marleen van den Berg. Pleasure to meet you. Goedendag, ik heet Marleen van den Berg. Aangenaam. So, what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at these expressions together. Hallo has been substituted with the formal greeting Goedendag, which is Dutch for Good day. Ik heet Marleen has not been changed. Ik heet simply means I am called. However, during a formal self introduction, we also say our last name. So I said Marleen van den Berg. Here you would say your full name. One more time. The informal way to introduce yourself in Dutch is Hallo, ik heet Marleen. Leuk je te ontmoeten. The formal way to introduce yourself is: Goedendag, ik heet Marleen van den Berg. Aangenaam. Now it's time for Marleen's insights. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands. If you are not sure whether to use Leuk je te ontmoeten or Aangenaam, just say simply Aangenaam, as this expression can be used in both the formal and informal introduction. If you use the correct sentence with Dutch people. They're definitely going to be impressed. Ik ben op weg naar een café. Goed idee, ik ben toe aan koffie. Is je man ook in Amsterdam? Ja, Bert is ook in Amsterdam. Is hij nu in het centrum? Ja, wij werken allebei in het centrum. Werken jullie elke dag? Uh, Bert werkt elke dag en ik werk part-time. In this lesson... We're going to learn how to use good manners as we thank people. Ben je er klaar voor? Are you ready? Let's start! There are several ways to thank someone. Let's start with the easiest. It's just one word: bedankt. Bedankt means thank you. When saying thank you very much, you just need to add zeer at the beginning. zeer bedankt. zeer means a lot, so zeer bedankt is like saying thank you very much. During the last lesson, we discussed the informal and the formal way of speaking Dutch. Bedankt is the casual way to thank someone. If you want to be more formal, there's another phrase you should use. Dank u wel. Dank u wel. Let's break this phrase down. Dank is thank, and u is a formal word for you. We will discuss Dutch pronouns in more depth in a later lesson. Finally, wel means a lot. The full sentence once again is Dank u wel. Actually, there's also an informal form of the expression Dank u wel. In an informal setting, the correct expression is Dank je Dank je wel. The U from the expression Dank u wel is simply replaced by Je. Je is the informal word for you. How do you answer? It's easy. Here's the most common response Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan can be used with just about anybody. Literally, this phrase means happily done or I did it with pleasure. So when someone is saying bedankt to you, we can simply reply with graag gedaan. Now it's time for Marlene's insights. If you're not sure about whether to use bedankt, dank u wel or dankjewel, keeping it simple is always your safest bet. You don't have to worry about formal or informal situations. Bedankt can be used with just about anyone, anywhere and at any time. Kijk, het regent. Zie je Pieters auto daar? Het raam staat nog open. Oh oh, de stoel is al nat. Ik roep Pieter meteen. Nee, Pieter is niet thuis. Hij werkt vandaag. Op zondag? Ja, Pieter werkt in de winkel van zijn oom in het centrum. Die winkel is open op zondag. Ik heb zin in koffie met iets lekkers. Hebben ze hier lekkere koffie? Ja, de koffie is erg goed. Oké, okay, ik neem ook koffie. Hebben Bert en jij kinderen? Wij hebben twee kinderen. En jij, heb jij kinderen? Ja, wij hebben ook twee kinderen. Je hebt een druk leven. Jan heeft een druk leven, ik heb een goed leven. In the last lesson, we learned how to be grateful to people by saying "bedankt." In this lesson, we'll learn some of the most common greetings used in Holland. Bij je klaar voor? Are you ready? Let's start. The most used informal greeting is "hallo." Hallo. Hallo means hi or hello. We should only use this greeting with friends or relatives. The most used formal greetings will change depending on the time of the day. Let's start with. Goedendag. Goedendag. Literally, goedendag means good day. As a rule of thumb, we can use goedendag only during the daytime, from late morning until early evening. In the morning, we say. Goedemorgen. Good morning. Goedemorgen. During the evening, we say. Goedenavond. Goedenavond. Goed is Dutch for good. Dag, morgen, and avond means day, morning, and evening, respectively. Easy, right? What should you say when you leave? Dutch people usually say tot ziens when leaving in a formal situation. Tot ziens. Tot ziens means goodbye. If we say goodbye to friends or our relatives, we use the informal word dag. Dag. You can also say Doei. The expression doei is commonly used in informal situations. Doei. Now you can greet people in many different ways in Dutch. Let's review them all again. First, the greetings. Informally, we simply say hello. Formally, use goedemorgen in the morning, goedendag in the afternoon, and goedenavond in the evening. When leaving in a formal situation, we say tot ziens. And in an informal situation, it's dag or doei. It's easy, isn't it? Now it's time for Marlene's insights. In formal situations, Dutch people commonly greet each other by shaking hands. On the other hand, if we meet someone we are very friendly with, we kiss each other on both cheeks, usually two or three times. Don't be afraid to do it with your Dutch friends. It's normal. Want to speak real Dutch from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at DutchPod101.com. You are at a train station where you're attempting to buy an express ticket from a ticket machine. Which option should you choose to buy an express ticket? Which option should you choose to buy an express ticket? The option on the bottom left is for an express ticket. Snel -trein You are at a train station where you've just bought an express ticket. Which train car row and seat number are you in? Which train car row and seat number are you in? The ticket says that you're in train car number 1 in the 8th row in seat C. Treinstel nummer 1, rij 8, stoel C. You are at a train station where you're reading the train schedule for an express ticket that you've just bought. On which days are there no express trains running? On which days are there no express trains running? There are no express trains running on public holidays and the third Sunday of every month. Nationale feestdagen, derde zondag van elke maand. You are on a platform at a train station where you're waiting for your train. Suddenly, a message appears on the display. What does the message on the display mean? What does the message on the display mean? The display reads, "The next train will not stop." The volgende trein zal niet stoppen. You are at a train station where you're looking for the best exit to catch a taxi. Which exit should you take to get to the taxi rank? Which exit should you take to get to the taxi rank? You should take the east exit in order to get to the taxi rank. Uitgang Oost. Hi there and welcome to this Dutch class. My name is Stella and today we're going to talk about some different phrases uh, that you can use to amaze native speakers of the Dutch language. Are you ready? Let's go! Dank je, maar eigenlijk ben ik geen native speaker. Thank you, but I'm not a native speaker actually. After this class, um, people automatically assume that you're a native speaker, and then you can baffle them with this sentence. Dank je, maar eigenlijk ben ik geen native speaker. Dank je, maar eigenlijk Ben ik geen native speaker? Thank you, but I'm actually not a native speaker. Um, so make sure this comes out completely fluent uh, because you don't want to ruin the effect. Um, so did you notice that um, the Dutch verb for native speaker is just native speaker borrowed from the English? That ought to make it a little bit easier for you. Ik had maar een jaar nodig om er in te worden. It only took me one year to become fluent. Next sentence. Ik had maar een jaar nodig om er vloeiend in te worden. Ik had maar een jaar nodig om er vloeiend in te worden. And this means it only took me one year to become fluent. Now don't feel bad if this is not true. Um, Dutch is a notoriously difficult language to master, so it het probably take anyone more than a year. Ik spreek in drie jaar tijd Nederlands als een native speaker. I'll speak Dutch like a native speaker in three years. This one is a touch more realistic. Ik spreek in drie jaar tijd Nederlands als een native speaker. Ik spreek in drie jaar tijd Nederlands als een native speaker. So this sentence is said like it's like a New Year's resolution, right? So if you want to say that it has already happened, um, then you should use the past tense. So you would say. Ik sprak in drie jaar tijd, uh, Instead of van um, ik spreek. Ik ben al tien jaar Nederlands aan het leren. I've been learning Dutch for ten years. Uh, this next one is for everyone who feels that it's going to take some more time. Ik ben al tien jaar Nederlands aan het leren. Ik ben al tien jaar Nederlands aan het leren. I've been learning Dutch for ten years. So to be honest, um, even native Dutch speakers make mistakes. Um, I've been learning Dutch for 27 years. Uh, it's a hard language, guys, so don't feel bad. Ik kan Nederlandse films zonder ondertiteling kijken. I can watch Dutch movies without subtitles. Here's one that's a true accomplishment, and it's within reach. Ik kan Nederlandse films zonder ondertiteling kijken. Ik kan Nederlandse films... Zonder ondertiteling kijken. And this means I can watch Dutch movies without subtitles. Um, now, the only question remaining is why would you want to watch Dutch movies? I'm um, just kidding. There's one movie that I really do uh, like and can recommend, and it's called Minus. Um, the story is by Annie M. G. Schmid, uh and it has Karis van Houten in it. So, it's a really great movie it's about a woman who's actually a cat, I think. Ik kan ongeveer 50 nieuwe Nederlandse woorden per dag onthouden. I can memorize around 50 new Dutch words a day. Next phrase. Ik kan ongeveer 50 nieuwe Nederlandse woorden per dag onthouden. Ik kan ongeveer 50 nieuwe Nederlandse woorden onthouden. I can memorize around 50 new Dutch words a day. So if that's really true then I applaud you 50 words is a lot to remember in one day. Nederlands is leuk en makkelijk te leren. Dutch is fun and easy to learn. Nederlands is leuk en makkelijk te leren. Nederlands is leuk en makkelijk te leren. Dutch is fun and easy to learn. Now to be completely honest, I don't agree with this. Um, I feel it's disheartening to say that any language is easy to learn. Um, I mean, sure, we're trying to make it as easy as we can for you, um, but it takes a lot of hard work, and also it really depends on what language you're coming from. Like if you already speak German or something, it'll be a lot easier. Um, so, however hard or easy you think it is, go you, uh, you're doing great. Naast het Nederlands kan ik ook nog een paar andere talen spreken. Apart from Dutch, I can speak a few other languages as well. Naast het Nederlands kan ik ook een paar andere talen spreken. Naast het Nederlands kan ik ook een paar andere talen spreken. Apart from Dutch, I can speak a few other languages as well. So if you're watching this, um, you at least speak English fairly well, and probably a little Dutch by now. Um, it's a good job. And if you don't feel that that's enough, uh, I can recommend Swedish. It's a pretty language. Ik leer Nederlands helemaal zelf. I'm learning Dutch all by myself. Ik leer Nederlands helemaal zelf. Ik leer Nederlands helemaal zelf. I'm learning Dutch all by myself. If you are, don't do that. Um, the key to any language is communication uh, and really listening and speaking with others really help you learning this language so whenever you can try to practice your listening and speaking skills with a buddy who's also learning dutch or even better with a dutch native speaker um, so studying by yourself is impressive but learning with a friend is faster and more fun so try to find someone to study with Ik begreep alles van wat je zei. i completely understood everything you said now if things are going really well and someone is unsure about your Dutch skills, um, you can say this. Ik begreep alles van wat je zei. Ik begreep alles van wat je zei. I completely understood everything you said. Um, so, Dutch people will switch to English when they uh, think that maybe um, it's easier for you. So, to prevent them from doing that, uh, make sure you can say this sentence so you can practice your listening skills and speaking skills too, maybe. So, congratulations on finishing this lesson in ten phrases you can use to amaze native Dutch speakers with. Um, thank you for watching. If there's anything you want to know uh, more about, let me know in the comments. Um, remember to subscribe. And if you want to learn more Dutch, you can go to DutchPod101.com. Thanks for watching. A man will lid worden van een sportvereniging en vraagt om informatie naar de voorwaarden. Wat voor een soort lidmaatschap kiest hij? Laat ik beginnen met het uitleggen van de diverse lidmaatschappen, zoals beschreven in de brochure. Vaste leden mogen gebruik maken van de fitnessruimte en het zwembad op elk tijdstip en elke dag van de week. Maar we hebben ook een ochtendlidmaatschap voor mensen die alleen in de ochtend gebruik kunnen maken van de faciliteiten. En een avondlidmaatschap voor mensen die alleen s'avonds kunnen komen. Wat zijn de tijden voor de leden met een ochtendlidmaatschap? Leden met een ochtendlidmaatschap kunnen van 6 uur tot 10 uur s ochtends van de faciliteiten gebruikmaken, en leden met een avondlidmaatschap van 6 uur tot 11 uur s avonds. Oké, okay. dus leden met een ochtendlidmaatschap kunnen onderweg naar werk langskomen en van de faciliteiten gebruikmaken. Precies. Het ochtendlidmaatschap is populair bij mensen die van 9 tot 5 werken. En we kunnen ook een lidmaatschap aanbieden voor mensen die alleen gebruik willen maken van de fitnessruimte of het zwembad. Ik wil zowel van het zwembad als van de fitnessruimte gebruik maken. Ik denk dat ik door de week in de ochtend op weg naar werk de fitnessruimte gebruik en het zwembad in het weekend. Heeft u een lidmaatschap dat geldig is voor de door de weekse ochtenden en de gehele dag in het weekend? Het spijt me, maar zo'n lidmaatschap kan ik u niet aanbieden. Oké. Okay. Ik denk niet dat ik in het weekend zo vroeg kan opstaan, dus ik kies voor dit lidmaatschap. Wat voor een soort lidmaatschap kiest hij? Een man wil lid worden van een sportvereniging en vraagt om informatie naar de voorwaarden. Wat voor een soort lidmaatschap kiest hij? Laat ik beginnen met het uitleggen van de diverse lidmaatschappen, zoals beschreven in de brochure. Vaste leden mogen gebruik maken van de fitnessruimte en het zwembad op elk tijdstip en elke dag van de week. Maar we hebben ook een ochtendlidmaatschap voor mensen die alleen in de ochtend gebruik kunnen maken van de faciliteiten. En een avondlidmaatschap voor mensen die alleen s'avonds kunnen komen. Wat zijn de tijden voor de leden met een ochtendlidmaatschap? Leden met een ochtendlidmaatschap kunnen van 6 uur tot 10 uur 's ochtends van de faciliteiten gebruik maken, En leden met een avondlidmaatschap van 6 uur tot 11 uur 's avonds. Oké, okay. dus leden met een ochtendlidmaatschap kunnen onderweg naar werk langskomen en van de faciliteiten gebruikmaken? Precies. Het ochtendlidmaatschap is populair bij mensen die van 9 tot 5 werken. En we kunnen ook een lidmaatschap aanbieden voor mensen die alleen gebruik willen maken van de fitnessruimte of het zwembad. Ik wil zowel van het zwembad als van de fitnessruimte gebruik maken. Ik denk dat ik door de week in de ochtend op weg naar werk de fitnessruimte gebruik en het zwembad in het weekend. Heeft u een lidmaatschap dat geldig is voor de door de weekse ochtenden en de gehele dag in het weekend? Het spijt me, maar zo'n lidmaatschap kan ik u niet aanbieden. Oké. Okay. Ik denk niet dat ik in het weekend zo vroeg kan opstaan, dus ik kies voor dit lidmaatschap. Een vrouw praat met een man die werkt voor een drukkerij, die werk uitbesteedt over een brochure voor een nieuw product. Wanneer is de deadline voor het eerste ontwerp van de brochure? We hebben besloten om het nieuwe product op 15 oktober op de markt te brengen. En we bieden u de mogelijkheid tot een contract voor wat betreft het maken van de brochure. Ontzettend bedankt! We zijn erg enthousiast dat we mogen meewerken aan dit nieuwe project. Zou u ons iets meer over het schema kunnen vertellen? Wanneer moet alles klaar zijn? Aangezien er tijd nodig is voor het drukken, zouden we graag met het drukkenproces beginnen tegen het eind van september. Zou het dan mogelijk zijn dat jullie ons het eerste ontwerp in het midden van augustus kunnen presenteren? Hmm, we willen u drie optionele ontwerpen presenteren, en dan zult u moeten beslissen welk ontwerp het beste past bij het concept. Daarna maken we het eindontwerp, gebaseerd op uw keuze. Het zou dan erg hulpvol zijn als u ons twee weken extra geeft om de voorbereidingen te treffen voor deze fase. Hmm, oké. Okay. Misschien dat één maand inderdaad genoeg is om een keuze te maken voor wat betreft de verschillende designs die jullie hebben gemaakt en daarna te beslissen over het uiteindelijke ontwerp. In orde, we rekenen op u. U bent in goede handen. Onze ontwerpafdeling is de beste. Ontzettend bedankt. Wanneer is de deadline voor het eerste ontwerp van de brochure? Een vrouw praat met een man die werkt voor een drukkerij, die werk uitbesteedt over een brochure voor een nieuw product. Wanneer is de deadline voor het eerste ontwerp van de brochure? We hebben besloten om het nieuwe product op 15 oktober op de markt te brengen en we bieden u de mogelijkheid tot een contract voor wat betreft het maken van de brochure. Ontzettend bedankt. We zijn erg enthousiast dat we mogen meewerken aan dit nieuwe project. Zou u ons iets meer over het schema kunnen vertellen? Wanneer moet alles klaar zijn? Aangezien er tijd nodig is voor het drukken, zouden we graag met het drukkenproces beginnen tegen het eind van september. Zou het dan mogelijk zijn dat jullie ons het eerste ontwerp in het midden van augustus kunnen presenteren? Hmm. We willen u drie optionele ontwerpen presenteren, en dan zult u moeten beslissen welk ontwerp het beste past bij het concept. Daarna maken we het eindontwerp gebaseerd op uw keuze. Het zou dan erg hulpvol zijn als u ons twee weken extra geeft om de voorbereidingen te treffen voor deze fase. Hmm, oké. Okay. Misschien dat één maand inderdaad genoeg is om een keuze te maken voor wat betreft de verschillende designs die jullie hebben gemaakt en daarna te beslissen over het uiteindelijke ontwerp. In orde, we rekenen op u. U bent in goede handen. Onze ontwerpafdeling is de beste. Ontzettend bedankt. Een man en een vrouw praten over kantoorartikelen. Wat gaat de man bestellen? Je moet de voorraad van onze kantoorartikelen controleren en de goederen bestellen die we eens per maand nodig hebben. Laten we het deze keer samen controleren met behulp van deze checklist. Dank u. Laten we beginnen met het papier. Het ziet er naar uit dat er nog maar één doos over is. We gebruiken elke dag veel papier, dus laten we twee of meer dozen bestellen. Oké. Okay. De kleurinkpatronen van de printer zijn leeg. Zullen we die ook bestellen? Oh, dat is geen probleem, omdat we de documenten niet in kleur printen. Oh, niet. Oké. Okay. Het ziet er naar uit dat sommige stiften voor het whiteboard bijna leeg zijn. Ja, die moeten vervangen worden. We krijgen korting als we een set van vijf viltstiften bestellen, dus laten we dat dan doen. Oké. Okay. Oh, en kunnen we misschien ook gelijk een muis bestellen? Mijn muis is erg traag. Nou, ik denk dat dat komt omdat de batterijen bijna leeg zijn. Laten we de voorraad van de batterijen even controleren. En bestellen als we er niet zoveel meer hebben. Uiteraard. Nou, we hebben hier drie batterijen. Je kunt er twee van gebruiken voor je muis, maar koop een pakje van zes om ze te vervangen. Wat gaat de man bestellen? Een man en een vrouw praten over kantoorartikelen. Wat gaat de man bestellen? Je moet de voorraad van onze kantoorartikelen controleren en de goederen bestellen die we eens per maand nodig hebben. Laten we het deze keer samen controleren met behulp van deze checklist. Dank u. Laten we beginnen met het papier. Het ziet er naar uit dat er nog maar één doos over is. We gebruiken elke dag veel papier, dus laten we twee of meer dozen bestellen. Oké. Okay. De kleurinkpatronen van de printer zijn leeg. Zullen we die ook bestellen? Oh, dat is geen probleem, omdat we de documenten niet in kleur printen. Oh, niet? Oké. Okay. Het ziet er naar uit dat sommige stiften voor het whiteboard bijna leeg zijn. Ja, die moeten vervangen worden. We krijgen korting als we een set van vijf viltstiften bestellen. Dus laten we dat dan doen. Oké. Okay. Oh, en kunnen we misschien ook gelijk een muis bestellen? Mijn muis is erg traag. Nou, ik denk dat dat komt omdat de batterijen bijna leeg zijn. Laten we de voorraad van de batterijen even controleren en bestellen als we er niet zoveel meer hebben. Uiteraard. Nou. We hebben hier drie batterijen. Je kunt er twee van gebruiken voor je muis, maar koop een pakje van zes om ze te vervangen. Een vrouw vraagt aan een man in een bezoekerscentrum hoe ze op het vliegveld moet komen. Wat is haar volgende bestemming? Pardon, ik wil graag naar het vliegveld. Kunt u me vertellen hoe ik daar kom? Natuurlijk. Er zijn een aantal manieren om daar te komen. Als je bus 1 neemt, dan is het ongeveer anderhalf uur naar het vliegveld, maar de kosten zijn het laagst. Als je bus 2 neemt, dan duurt het ongeveer 50 minuten, omdat het een non-stopbus is. Hij vertrekt elk uur. Hij is iets duurder. Ik begrijp het. En hoe zit het met de taxis? Ja, er is een taxistandplaats tegenover dit bezoekerscentrum. En dat duurt ongeveer een uur. Maar dat gaat veel meer kosten dan de bussen, omdat ze de snelweg nemen en omdat ze extra in rekening brengen voor grote bagage. Oh, daar had ik geen rekening mee gehouden. Dat is te de duur voor mij. Trouwens, heb je tijdens je verblijf iets gekocht bij het Shopping Plaza? Ze bieden een gratis shuttle service aan van het Plaza naar het vliegveld voor de klanten die iets hebben gekocht. Wow, dat wist ik niet. Ik heb nog niets, maar ik was toch al van plan om souvenirs te kopen. Dan kunt u daar gebruik van maken. Wat is haar volgende bestemming? Een vrouw vraagt aan een man in een bezoekerscentrum hoe ze op het vliegveld moet komen. Wat is haar volgende bestemming? Pardon. Ik wil graag naar het vliegveld. Kunt u me vertellen hoe ik daar kom? Natuurlijk. Er zijn een aantal manieren om daar te komen. Als je bus 1 e neemt, dan is het ongeveer anderhalf uur naar het vliegveld, maar de kosten zijn het laagst. Als je bus 2 neemt, dan duurt het ongeveer 50 minuten, omdat het een non-stopbus is. Hij vertrekt elk uur. Hij is iets duurder. Ik begrijp het. En hoe zit het met de taxis? Ja. Er is een taxistandplaats tegenover dit bezoekerscentrum en dat duurt ongeveer een uur. Maar dat gaat veel meer kosten dan de bussen, omdat ze de snelweg nemen en omdat ze extra in rekening brengen voor grote bagage. Oh, daar had ik geen rekening mee gehouden. Dat is te de duur voor mij. Trouwens, heb je tijdens je verblijf iets gekocht bij het shoppingplaza? Ze bieden een gratis shuttle service aan van het plaza naar het vliegveld voor de klanten die iets hebben gekocht. Wow, dat wist ik niet. Ik heb nog niets, maar ik was toch al van plan om souvenirs te kopen. Dan kunt u daar gebruik van maken. Een vrouw en een leverancier zijn aan het bellen. Wat gaat de vrouw het eerste nemen? Ik zou graag willen dat je wat meer truien maakt en op tijd levert voor de uitverkoop van volgende maand. Oké, okay, wat heeft u nodig? We hebben 1000 exemplaren kleine rode truien en 400 exemplaren medium rode truien nodig. En ook voor het eind van deze maand hebben wij 600 exemplaren kleine groene truien en 200 exemplaren medium groene truien nodig rode en groene truien. Eigenlijk zitten we bijna zonder groen garen en die hebben we nodig van onze andere leverancier. We maken eerst de rode truien. Nee, nee, nee. We moeten de rode en groene truien samen leveren. Dus maak alsjeblieft zoveel mogelijk groene truien als u kunt. Oké. Okay. Ik denk dat we voor nu 200 exemplaren groene truien kunnen maken. Welke maat heeft u eerst nodig? We hebben de kleine eerst nodig. Sorry voor het korte termijn, maar we hebben echt uw hulp nodig. In orde, we doen ons best. We zullen deze groene truien leveren en alle rode truien. Wat gaat de vrouw het eerste nemen? Een vrouw en een leverancier zijn aan het bellen. Wat gaat de vrouw het eerste nemen? Ik zou graag willen dat je wat meer truien maakt en op tijd levert voor de uitverkoop van volgende maand. Oké, okay, wat heeft u nodig? We hebben 1000 exemplaren kleine rode truien en 400 exemplaren medium rode truien nodig. En ook voor het eind van deze maand hebben wij 600 exemplaren kleine groene truien en 200 exemplaren medium groene truien nodig rode en groene truien. Eigenlijk zitten we bijna zonder groen garen en die hebben we nodig van onze andere leverancier. We maken eerst de rode truien. Nee, nee, nee. We moeten de rode en groene truien samen leveren. Dus maak alsjeblieft zoveel mogelijk groene truien als u kunt. Oké. Okay. Ik denk dat we voor nu 200 exemplaren groene truien kunnen maken. Welke maat heeft u eerst nodig? We hebben de kleine eerst nodig. Sorry voor het korte termijn, maar we hebben echt uw hulp nodig. In orde, we doen ons best. We zullen deze groene truien leveren en alle rode truien. Na een meeting rapporteert een man de verkoopcijfers van het bedrijf. Welke twee grafieken gebruikt hij voor de presentatie? Kijkt u alstublieft naar het blad. De linker grafiek laat onze verkoopcijfers van de afgelopen drie jaar zien en omzetprognose voor het komende jaar. De rechter grafiek laat de maandelijkse verkoopcijfers zien tot aan oktober van dit jaar. Kijkt u nu alstublieft naar de linker grafiek. Het laat zien dat de omzet over de afgelopen drie jaar gestaag groeit. En als onze omzet blijft groeien, de totale omzet hoger is dan die van vorig jaar. En kijkt u nu eens naar de rechter grafiek. De rechtergrafiek laat zien dat de campagne die we in april en augustus voerden redelijk effectief was. Ik zie het, maar de omzet daalde na de campagne in mei en september. Ja, maar deze terugslag is onvermijdelijk. Ik verwacht dat de jaarlijkse omzet dit jaar een stijging zal laten zien als we onze verkopen kunnen verhogen. Welke twee grafieken gebruikt hij voor de presentatie? Na een meeting rapporteert een man de verkoopcijfers van het bedrijf. Welke twee grafieken gebruikt hij voor de presentatie? Kijkt u alstublieft naar het blad. De linker grafiek laat onze verkoopcijfers van de afgelopen drie jaar zien en omzetprognose voor het komende jaar. De rechter grafiek laat de maandelijkse verkoopcijfers zien tot aan oktober van dit jaar. Kijkt u nu alstublieft naar de linker grafiek. Het laat zien dat de omzet over de afgelopen drie jaar gestaag groeit. En als onze omzet blijft groeien, de totale omzet hoger is dan die van vorig jaar. En kijkt u nu eens naar de rechtergrafiek. De rechtergrafiek laat zien dat de campagne die we in april en augustus voerden redelijk effectief was. Ik zie het, maar de omzet daalde na de campagne in mei en september. Ja, maar deze terugslag is onvermijdelijk. Ik verwacht dat de jaarlijkse omzet dit jaar een stijging zal laten zien als we onze verkopen kunnen verhogen. Hallo en welkom bij 10 Dutch Phrases You Always Want to Hear. Ik ben Stella en ik zal je veel complimenten geven today. Have fun. Je ziet er geweldig uit vandaag. You look great. Let's start with: Je ziet er geweldig uit vandaag. Je ziet er geweldig uit vandaag. You look great today. always nice to hear right don't use it too often you don't want it to lose its meaning ik miss je i miss you this next one is rather sad um, ik miss je ik miss je i miss you as you can hear the dutch and english version of this are very similar uh, so it's easy to remember um, you usually say this when you're on the phone with someone uh, in other words when they're not actually there with you um, or you say it about someone else. You could say, for example, Ik mis mama. I miss mom. Dat heb je geweldig gedaan. You did a great job. This is a nice one if you want to tell someone they did well. Dat heb je geweldig gedaan. Dat heb je geweldig gedaan. You did a great job. You can also shorten it to Goed gedaan or Goed zo, meaning good job. Uh, it's a little more casual that way. Je krijgt aan het eind van de maand een bonus. There will be a bonus at the end of the month. Je krijgt aan het eind van de maand een bonus. Je krijgt aan het eind van de maand een bonus. There's a bonus at the end of the month. So nice to hear. Uh, sadly, it doesn't happen as often as we'd like. Je kunt erg goed koken. You're an excellent cook. So imagine you've gone to dinner at a friend's place and the food was great. You could say, je kunt erg goed koken. Je kunt erg goed koken. You're an excellent cook. So, if the food wasn't really good, but you still want to be polite, but you also don't really want that person to ever touch a pan or a stove again, uh, you can say, Dank je wel voor het koken. Thank you for cooking. This is still very nice, but you don't have to actually say that dinner was amazing. Neem even pauze. Ik ruim vandaag op. Take a break. I'll do the cleaning today. Neem even pauze, ik, ik ruim vandaag op. Take a break, I'll do the cleaning today. Isn't that nice, when someone tells you to just sit down and relax for a while? Maybe try using it today and say it to someone, are you sure to make some friends that way? And jij wint. And you win. So this is what you say at the end of a game. And jij wint. And jij wint. And you win. You can also say it to end an argument, if you feel that maybe the other person was right after all. Uh, you can say, alright then, you win. Vooruit Omar, jij wint. It will get you some points to admit you were wrong. Je had gelijk. You were right. This next one is also great to admit you were wrong. Je had gelijk. Je had gelijk. You were right. Feel free to say this to me anytime. I don't mind. I really don't. Ik heb iets speciaals voor je meegenomen. I've brought you something special. Now, imagine you've taken a long trip and you have brought a special gift home with you for your sister, uh, who is Dutch. You can give it to her and you can say, Ik heb iets speciaals voor je Ik heb iets speciaals voor je meegenomen. I've brought you something special. Now please don't say this if it's just a t-shirt with the Eiffel Tower on it. Really save it for when you really picked out something special for your sister. Het budget is onbeperkt. The budget is unlimited. This one is really nice if you're planning a party and you want to hire a fire breather, uh, but you're not sure if that's too expensive. And you ask that to someone, is that too expensive to hire a fire breather? And they say, het budget is onbeperkt. Het budget is onbeperkt. The budget is unlimited. This means go ahead with the fire breather and make sure everyone has their own personalized cocktail. This party is going to be great. Congratulations, you've reached the end of this class and you can now say 10 very nice things in Dutch. If you have any questions uh, or suggestions on what you want to learn next, please let me know in the comments. Don't forget to like and subscribe, and if you want to learn more, go to dutchpod101.com and I will see you next time. echtgenoot vrouw kijken naar wat platte Welk appartement gaan ze bekijken? Wat vind je van deze? Hij heeft een mooie grote woonkamer. Hm. Mm, ik wil graag een grote woonkamer, maar ik wil een parkeerplaats. Eens kijken. Wat vind je van deze? Ja, die is leuk. Zullen we deze gaan bekijken? Wacht even. Is de kast niet een beetje te klein? Goed punt. Hmm, er is er geen eentje die perfect is. Wacht, en deze? Het heeft alles wat we nodig hebben, toch? En de kast is vrij groot ook. Laten we deze gaan bekijken. Oké. Okay. Welk appartement gaan ze bekijken? Een echtgenoot en zijn vrouw kijken naar wat platte gronden. Welk appartement gaan ze bekijken? Wat vind je van deze? Hij heeft een mooie grote woonkamer. Hmm, ik wil graag een grote woonkamer, maar ik wil een parkeerplaats. Eens kijken, wat vind je van deze? Ja, die is leuk. Zullen we deze gaan bekijken? Wacht even, is de kast niet een beetje te klein? Goed, punt. Hmm. Er is er geen eentje die perfect is. Wacht, en deze? Het heeft alles wat we nodig hebben, toch? En de kast is vrij groot ook. Laten we deze gaan bekijken. Oké. Okay. Een man is een kamer aan het reserveren in een hotel. Welke kamer verblijft hij? Seaside Hotel. Waarmee kan ik u helpen? Hallo. Ik wil graag op 22 september komen overnachten. Maar natuurlijk, op 22 september. Hoeveel personen? Twee. Wilt u een roken- of niet-rokenkamer, meneer? Niet roken. De enige niet-rokenkamer voor die dag is een kamer met uitzicht op de bergen. Eigenlijk hoop ik op een kamer met uitzicht op de zee. Het spijt me, maar de enige kamer met uitzicht op de zee is een rokenkamer. Oké. Okay. Is er een niet-rokenkamer met uitzicht op de zee beschikbaar op 23 september? Ja, die is er. Oké, okay. dan verblijven we op 23 september. Welke kamer verblijft hij? Een man is een kamer aan het reserveren in een hotel. Welke kamer verblijft hij? Seaside Hotel. Waarmee kan ik u helpen? Hallo. Ik wil graag op 22 september komen overnachten. Maar natuurlijk, op 22 september. Hoeveel personen? Twee. Wilt u een roken- of niet-rokenkamer, meneer? Niet roken. De enige niet-rokenkamer voor die dag is een kamer met uitzicht op de bergen. Eigenlijk hoop ik op een kamer met uitzicht op de zee. Het spijt me. Maar de enige kamer met uitzicht op de zee is een rokenkamer. Oké. Okay. Is er een niet-rokenkamer met uitzicht op de zee beschikbaar op 23 september? Ja, die is er. Oké, okay. dan verblijven we op 23 september. Een vrouw is in gesprek met de kapster. Wat voor een kapsel zou ze graag willen? Hallo. Kan ik u helpen? Hallo, ik heb een afspraak om drie uur onder de naam Van Houten. Ah, oké. Okay. Welkom, mevrouw Van Houten. Komt u deze kant op. Wat kan ik voor u doen vandaag? Ik zou graag een iets ander kapsel willen hebben. Oké, okay. wat voor een lengte zou u graag willen hebben? Ongeveer tot op de schouders. In orde. En uw pony? Die wil ik graag behouden. Rechtaan of schuin naar de zijkant? Een beetje schuin naar de zijkant. Welke kant? Misschien een beetje vanuit het midden naar links. Begrepen. We beginnen met shampooneren, dus komt alstublieft deze kant op. Wat voor een kapsel zou ze graag willen? Een vrouw is in gesprek met de kapster. Wat voor een kapsel zou ze graag willen? Hallo, kan ik u helpen? Hallo, ik heb een afspraak om drie uur onder de naam Van Houten. Ah, oké. Okay. Welkom, mevrouw Van Houten. Komt u deze kant op. Wat kan ik voor u doen vandaag? Ik zou graag een iets ander kapsel willen hebben. Oké. Okay. Wat voor een lengte zou u graag willen hebben? Ongeveer tot op de schouders. In orde. En uw pony? Die wil ik graag behouden. Rechtaan of schuin naar de zijkant? Een beetje schuin naar de zijkant. Welke kant? Misschien een beetje vanuit het midden naar links. Begrepen. We beginnen met shampooneren, dus komt alstublieft deze kant op. Een student en studenten zijn aan het kijken naar vacatures. Naar welke baan gaat de studenten solliciteren? Hé, hey, wat vind je van deze baan? Het uurloon is erg hoog. Natuurlijk. Het salaris ziet er erg goed uit. Maar kun je wel echt kranten lopen? Uiteraard. Ik ben erg goed in fietsen. Ik maak me alleen zorgen om het vroege opstaan. En deze? Het salaris is niet zo hoog, maar je kunt twee of drie dagen per week werken en s'avonds beginnen. Oh, deze? Een supermarktcassière, hè? Het zou in ieder geval goed zijn om naar schooltijd te werken. Deze voorbij een koffietent is misschien ook best goed. Oh ja, dat vind ik een leuke tent. En het is op weg naar school. Niet slecht, hè? Hmm, op welke zal ik reageren? Tussen welke twee gaat het? De koffietent en de krantenwijk? Ja, het salaris van de krantenwijk is erg goed. Oké, okay, ik ben eruit. Ik moet gewoon zorgen dat ik vroeg opsta. Naar welke baan gaat de studenten solliciteren? Een student en studenten zijn aan het kijken naar vacatures. Naar welke baan gaat de studenten solliciteren? Hé, hey, wat vind je van deze baan? Het uurloon is erg hoog. Natuurlijk. Het salaris ziet er erg goed uit, maar kun je wel echt kranten lopen? Uiteraard. Ik ben erg goed in fietsen. Ik maak me alleen zorgen om het vroeger opstaan. En deze? Het salaris is niet zo hoog, maar je kunt twee of drie dagen per week werken en s'avonds beginnen. Oh, deze? Een supermarktcassière, hè? Het zou in ieder geval goed zijn om naar schooltijd te werken. Deze voorbij een koffietent is misschien ook best goed. Oh ja, dat vind ik een leuke tent. En het is op weg naar school. Niet slecht, hè? Hmm, op welke zal ik reageren? Tussen welke twee gaat het: de koffietent en de krantenwijk? Ja, het salaris van de krantenwijk is erg goed. Oké, okay, ik ben eruit. Ik moet gewoon zorgen dat ik vroeg opsta. Een vrouw is een jurk aan het passen en praat met de winkelbediende. Welke jurk gaat ze kopen? Hij staat u prachtig en past u precies. Ja, hij past. Maar ik draag normaal effe kleuren. Ik voel me niet zo prettig met dit patroon. Nou, ik vind dat u er prachtig uitziet. Ja, toch heb ik wel wat moed nodig om dit te dragen. En wat vindt u van deze jurk dan? Het patroon is wat meer ingetogen, dus het voelt niet echt als opvallend. U heeft gelijk, laat ik die eens passen. Gaat uw gang. Wat vindt u ervan, mevrouw? Deze bevalt me meer dan die vorige. Heeft u van deze een model met lange mouwen? Ja, die hebben we. Dank u, dan neem ik die. Welke jurk gaat ze kopen? Een vrouw is een jurk aan het passen en praat met de winkelbediende. Welke jurk gaat ze kopen? Hij staat u prachtig en past u precies. Ja, hij past. Maar ik draag normaal effe kleuren. Ik voel me niet zo prettig met dit patroon. Nou, ik vind dat u er prachtig uitziet. Ja? Toch heb ik wel wat moed nodig om dit te dragen. En wat vindt u van deze jurk dan? Het patroon is wat meer ingetogen, dus het voelt niet echt als opvallend. U heeft gelijk. Laat ik die eens passen. Gaat uw gang. Wat vindt u ervan, mevrouw? Deze bevalt me meer dan die vorige. Heeft u van deze een model met lange mouwen? Ja, die hebben we. Dank u. Dee. want to speak real dutch from your first lesson? sign up for your free lifetime account at dutchpod101.com. hi there and welcome to this dutch class. my name is stella and today we're going to talk about foods that will kill you faster. as opposed to foods that will only kill you slowly, i guess. speck. speck. bacon. so the first word of today is speck. Bacon. Ik vind spek erg lekker. Ik vind spek erg lekker. I like bacon very much. Me too, my friend. Unfortunately, I'm a vegetarian, so it's just lettuce and sadness for me. Um, anyway, so bacon uh, in Dutch is spek, but you can also just say bacon because actually, many Dutch people just use the word bacon. Energiedranken. Energie dranken. Energy drinks. The second one. Energie dranken. Energy drinks. Energie zijn erg zoet. Energie zijn erg zoet. Energy drinks, energy drinks are very sweet. It's actually more common to say energie drankjes, so to use the diminutive form um, or even just energy drink. Um, I've never really liked those, to be honest. Um, they smell like cat pee, and they have like 30 sugar cubes in them. So, don't do drugs, kids. Verwerkt vlees. Verwerkt vlees. Processed meat. Next one. Verwerkt vlees. Processed meat. Ik vind verwerkt vlees niet lekker. Ik vind verwerkt vlees niet lekker. I don't like processed meat. Does processed meat kill you faster than unprocessed meat does? I'm not really sure why that would be. Um, but if you do know, tell me in the comments because I'm actually very curious now. Diepvriesmaaltijd. Diepvriesmaaltijd. Frozen meal. Next word: Diepvriesmaaltijd. Frozen meals Mijn broer ate veel diepvriesmaaltijden. ate deep My brother eats a lot of frozen meals. Yeah, that would be unhealthy, um, especially if he still eats them while they're frozen. Um, so that's no wonder he's going to die young. Sorry. Chips. Chips. Potato chips. Next word, chips. 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 Potato chips. Tijdens de film eet ik graag chips. Tijdens de film eet ik graag chips. I like to eat potato chips during a movie. Ah, salt and fat, how I love you. Um, so, what's your favourite flavour in chips? Or crisps, should I probably say? I really like the vinegar and sea salt ones. Um, so anyway, notice that the Dutch word for fries is patat. So we actually use the word chips just for potato chips. Margarine. 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 Wij gebruiken thuis boter in plaats van margarine. Wij gebruiken thuis boter in plaats van. margarine at home we use butter instead of margarine does margarine kill you i don't know guys i think butter is just as bad um maybe olive oil is still okay magnetron popcorn magnetron popcorn microwave popcorn ah oh, the next one i love this next one magnetron popcorn microwave popcorn Magnetron popcorn is erg schlecht. Magnetron popcorn is erg slecht. Microwave popcorn is very bad. I actually think popcorn in general isn't very good for you, um, but I suppose that does include microwave popcorn. Uh, anyway, don't let it get you down. Popcorn is delicious, and if anything about popcorn kills me, it'll be one of those little skins that get between your teeth and I'll die of an infection. Instant noodles. Instant noodles. Instant noodles. <coughs> instant noodles. Instant noodles. Op werk eet ik elke dag instant noodles. Op werk eet ik elke dag instant noodles. Every day at work, I eat instant noodles. I bet you didn't see that one coming. Um, Look, do what you have to do. Just drink some water afterward because the salt content in those cups is not okay. Snoop. Snoop. Candy. Ah, this next one just. This is what's gonna kill me, definitely. Snoop. Candy. What is your favorite Snoop? What is your favorite Snoop? What is your favorite candy? Frisdrank. Frisdrank. Soda. Next one is Frisdrank. Soda. Frisdrank is slecht for your tanden. Frisdrank is slecht for your tanden. Soda is bad for your teeth. This is a really depressing lesson, guys. <laughs> How about we talk about some of the good things of soda, huh? I mean, it's delicious. It's healthier than energy drinks. So there. So that's all for today's lesson, guys. Thanks for watching. Remember to practice. Like and subscribe if this was something you enjoyed. And if you want to learn more Dutch, be sure to visit Dutchport101.com. And I will see you next time. Bye. Welk document gaat de secretaresse naar de verkoopafdeling brengen? Hallo, kun je mij een plezier doen? Er ligt een document op mijn bureau en ik wil graag dat je die naar de verkoopafdeling brengt. Natuurlijk, welk document is het? Volgens mij zit het in een blauwe envelop. De blauwe envelop? Wel nu, er liggen twee blauwe enveloppen op uw bureau. Ah, precies. Er zit een rode stempel in de rechterbovenhoek van de envelop. Die ene met een groene stempel is het document dat we hebben uitgedeeld tijdens de wervingsdag. Die met een rode stempel? Oké, okay, ik heb het. Mooi. Breng het dus alsjeblieft naar de verkoopafdeling voor één uur vanmiddag. En wees er zeker van het direct door te sturen naar de manager. Die ken je toch? Ja. Ik heb hem een paar keer ontmoet en met hem gepraat. Goed. Oh, en kun je die andere envelop naar personeelszaken brengen? Ja, meneer. Welk document gaat de secretaresse naar de verkoopafdeling brengen? Een directeur en zijn secretaresse zijn aan het telefoneren. Welk document gaat de secretaresse naar de verkoopafdeling brengen? Hallo, kun je mij een plezier doen? Er ligt een document op mijn bureau, en ik wil graag dat je die naar de verkoopafdeling brengt. Natuurlijk, welk document is het? Volgens mij zit het in een blauwe envelop. De blauwe envelop? Wel nu, er liggen twee blauwe enveloppen op uw bureau. Ah, precies. Er zit een rode stempel in de rechterbovenhoek van de envelop. Die ene met een groene stempel is het document dat we hebben uitgedeeld tijdens de wervingsdag. Die met de rode stempel. Oké, okay, ik heb het. Mooi! Breng het dus alsjeblieft naar de verkoopafdeling voor één uur vanmiddag. En wees er zeker van het direct door te sturen naar de manager. Die ken je toch? Ja, ik heb hem een paar keer ontmoet. En met hem gepraat. Goed. Oh, en kun je die andere envelop naar personeelszaken brengen? Ja, meneer. Een vrouw is aan het bellen met een restaurant. Aan welke tafel heeft ze geluncht? Hallo. Waarmee kan ik u helpen? Ik heb daar een tijdje geleden geluncht. En ik denk dat ik mijn sjaal heb laten liggen. U heeft uw sjaal op de tafel laten liggen. Weet u nog waar u heeft gezeten? Ik ga voor u kijken. Nou, het was achter in het restaurant. Zat u in het rokers- of niet-rokersgedeelte? Het niet-rokersgedeelte. Zat u aan de counter of aan de tafel? Ik zat aan een tafel voor vier personen. Oké. Okay. Dan ga ik het even controleren. Wacht u alstublieft even. Ontzettend bedankt. Aan welke tafel heeft ze geluncht? Een vrouw is aan het bellen met een restaurant. Aan welke tafel heeft ze geluncht? Hallo. Waarmee kan ik u helpen? Ik heb daar een tijdje geleden geluncht en ik denk dat ik mijn sjaal heb laten liggen. U heeft uw sjaal op de tafel laten liggen. Weet u nog waar u heeft gezeten? Ik ga voor u kijken. Nou, het was achter in het restaurant. Zat u in het rokers- of niet-rokersgedeelte? Het niet-rokersgedeelte. Zat u aan de counter of aan de tafel? Ik zat aan een tafel voor vier personen. Oké, okay, dan ga ik het even controleren. Wacht u alstublieft even. Ontzettend bedankt. Een man is op zoek naar een appartement. Welk appartement kiest hij? Neemt u me niet kwalijk, maar ik ben in dit gebied op zoek naar een appartement. Kunt u me een paar platte gronden laten zien? Maar natuurlijk, is het voor één persoon? Nee, ik ga er met mijn vrouw wonen. Ik wil graag een woonkamer, slaapkamer en een werkkamer. Oké, okay. wat vindt u van deze? Er zijn twee kamers plus een woonkamer. Het kan er soms wel wat lawaaierig zijn, omdat het in de buurt van een drukke weg ligt. Ik begrijp het. Ik werk meestal van huis uit. Dus ik heb wel een rustige plek nodig. Ook geef ik de voorkeur aan een vierkante woonkamer. Nou, wat vindt u van deze? Het ligt in een rustige woonwijk die wel iets ver van het station af ligt. Er is een woonkamer en twee andere kamers, waarvan één kamer een beetje smal is. Hmm, we hebben niet zoveel spullen, dus ik denk dat deze goed genoeg voor ons is. We kunnen u een ander appartement met brede kamers laten zien, die wel veel verder van het station af ligt. Nee, dank u wel. Ik wil graag het tweede appartement wat je liet zien gaan bekijken. Welk appartement kiest hij? Een man is op zoek naar een appartement. Welk appartement kiest hij? Neemt u me niet kwalijk, maar ik ben in dit gebied op zoek naar een appartement. Kunt u me een paar platte gronden laten zien? Maar natuurlijk, is het voor één persoon? Nee, ik ga er met mijn vrouw wonen. Ik wil graag een woonkamer, slaapkamer en een werkkamer. Oké, okay. wat vindt u van deze? Er zijn twee kamers plus een woonkamer. Het kan er soms wel wat lawaaierig zijn, omdat het in de buurt van een drukke weg ligt. Ik begrijp het. Ik werk meestal van huis uit, dus ik heb wel een rustige plek nodig. Ook geef ik de voorkeur aan een vierkante woonkamer. Nou, wat vindt u van deze? Het ligt in een rustige woonwijk, die wel iets ver van het station af ligt. Er is een woonkamer en twee andere kamers, waarvan één kamer een beetje smal is. Hmm. We hebben niet zoveel spullen, dus ik denk dat deze goed genoeg voor ons is. We kunnen u een ander appartement met brede kamers laten zien die wel veel verder van het station af ligt. Nee, dank u wel. Ik wil graag het tweede appartement wat je liet zien gaan bekijken. Een vrouw is een verjaardagstaart aan het bestellen. Welke taart gaat ze bestellen? Neemt u me niet kwalijk, maar ik wil graag een verjaardagstaart voor mijn dochter bestellen. Fantastisch. Kunt u me vertellen naar wat voor een soort taart u op zoek bent? Mijn dochter houdt van chocolade, dus ik denk dat een chocoladetaart het beste is. En kunt u er misschien ook aardbeien op doen? Absoluut. We hebben ronde en vierkante taarten. Waar gaat u voorkeur naar uit? Hmm. Een ronde alstublieft. Oké. Okay. Hoe oud wordt uw dochter? Ze wordt twaalf. Oké, okay. dan zorgen we voor twaalf kaarsjes. Wilt u ook een persoonlijk bericht op de taart? Ja, graag. Schrijf er alstublieft van harte gefeliciteerd op. Prima. En wilt u dat geschreven in het roze? In dat geval schrijven we het op een wit plaatje. Overigens kan het ook geschreven worden in het wit. En dan doen we het op een roze plaatje. Schrijft u het alstublieft in het roze op een wit plaatje. Welke taart gaat ze bestellen? Een vrouw is een verjaardagstaart aan het bestellen. Welke taart gaat ze bestellen? Neemt u me niet kwalijk, maar ik wil graag een verjaardagstaart voor mijn dochter bestellen. Fantastisch! Kunt u me vertellen naar wat voor een soort taart u op zoek bent? Mijn dochter houdt van chocolade, dus ik denk dat een chocoladetaart het beste is. En kunt u er misschien ook aardbeien op doen? Absoluut. We hebben ronde en vierkante taarten. Waar gaat u voorkeur naar uit? Hmm. Een ronde alstublieft. Oké. Okay. Hoe oud wordt uw dochter? Ze wordt twaalf. Oké. Okay. Dan zorgen we voor twaalf kaarsjes. Wilt u ook een persoonlijk bericht op de taart? Ja, graag. Schrijf er alstublieft van harte gefeliciteerd op. Prima. En wilt u dat geschreven in het roze? In dat geval schrijven we het op een wit plaatje. Overigens kan het ook geschreven worden in het wit en dan doen we het op een roze plaatje. Schrijft u het alstublieft in het roze op een wit plaatje. Een man en een vrouw hebben een gesprek over het schema van de verhuizing. Wanneer gaan ze verhuizen? Ik denk dat we de verhuisdatum moeten bepalen en dan een verhuisbedrijf moeten bellen. Ja, ik zat net even te kijken naar een aantal verhuisbedrijven. Ik wil niet te veel geld betalen. Daar ben ik het mee eens. Dit bedrijf geeft een aantal kortingen. We krijgen bijvoorbeeld 10% korting als we een maand voor de verhuisdatum reserveren. Een maand van tevoren? Als we in aanmerking willen komen voor de korting, moeten we na 15 december verhuizen. Ja. En er is een extra korting als we reserveren op een doordeweekse dag. Een door de weekse dag? Nou, ik heb maandagochtend een vergadering, en de tentoonstelling is op dinsdag en woensdag. Dus. Vrijdag zou goed uitkomen, want dan kunnen we in het weekend het huis inrichten. Ja. Oh, wacht. Ze zeggen 15% korting op maandag tot en met donderdag. En 5% korting op vrijdag. Oh, wat wil je doen? Laten we het zo goedkoop mogelijk doen. Ik ben dan toch wel klaar met de tentoonstelling. Wanneer gaan ze verhuizen? Een man en een vrouw hebben een gesprek over het schema van de verhuizing. Wanneer gaan ze verhuizen? Ik denk dat we de verhuisdatum moeten bepalen en dan een verhuisbedrijf moeten bellen. Ja, ik zat net even te kijken naar een aantal verhuisbedrijven. Ik wil niet te veel geld betalen. Daar ben ik het mee eens. Dit bedrijf geeft een aantal kortingen. We krijgen bijvoorbeeld 10% korting als we een maand voor de verhuisdatum reserveren. Een maand van tevoren? Als we een aanmerking willen komen voor de korting, moeten we na 15 december verhuizen. Ja. En er is een extra korting als we reserveren op een doordeweekse dag. Een door de weekse dag. Nou, ik heb maandagochtend een vergadering, en de tentoonstelling is op dinsdag en woensdag. Dus. Vrijdag zou goed uitkomen, want dan kunnen we in het weekend het huis inrichten. Ja. Oh, wacht. Ze zeggen 15% korting op maandag tot en met donderdag. En 5% korting op vrijdag. Oh, wat wil je doen? Laten we het zo goedkoop mogelijk doen. Ik ben dan toch wel klaar met de tentoonstelling. Een vrouw is aan de telefoon om kaarten te bestellen voor een toneelstuk. Welke twee plaatsen heeft ze gereserveerd? Hallo. Dit is Schouwburg Carré. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik zou graag twee kaartjes willen voor King Lear om half zes vanavond. Zijn er nog plaatsen beschikbaar? We hebben nog een aantal plaatsen beschikbaar, maar ik moet u helaas meedelen dat deze niet naast elkaar zijn. Als u het niet erg vindt, kunnen we u gescheiden plaatsen aanbieden. Oké, okay, dat geeft niet. Heeft u nog een persoonlijke voorkeur? Hmm, heeft u een stoel aan het gangpad? Ja, we hebben een stoel aan het gangpad beschikbaar. Links van de middensectie. En aan de rechterkant, drie stoelen verder, hebben we nog een vrije plaats. Aan de zijkant? Oké, okay, dan reserveer ik graag die stoel aan het gangpad. Maar natuurlijk. En die andere? Heeft u nog plaatsen beschikbaar in het midden? De enige plaatsen beschikbaar in het midden zijn die van de eerste tot de derde rij. Ik zit er niet op te wachten om ondergespuugd te worden door acteurs, dus. Deze zaal is relatief klein en ik ben van mening dat u van dit toneelstuk ook kunt genieten vanaf de achterste rij aan de zijkant. Is dat zo? Dan neem ik die ene aan de linkerkant, waar u het eerder over had. Welke twee plaatsen heeft ze gereserveerd? Een vrouw is aan de telefoon om kaarten te bestellen voor een toneelstuk. Welke twee plaatsen heeft ze gereserveerd? Hallo, dit is Schouwburg Carré. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik zou graag twee kaartjes willen voor King Lear om half zes vanavond. Zijn er nog plaatsen beschikbaar? We hebben nog een aantal plaatsen beschikbaar, maar ik moet u helaas meedelen dat deze niet naast elkaar zijn. Als u het niet erg vindt, kunnen we u gescheiden plaatsen aanbieden. Oké, okay, dat geeft niet. Heeft u nog een persoonlijke voorkeur? Hmm, heeft u een stoel aan het gangpad? Ja, we hebben een stoel aan het gangpad beschikbaar. Links van de middensectie. En aan de rechterkant, drie stoelen verder, hebben we nog een vrije plaats. Aan de zijkant? Oké, okay, dan reserveer ik graag die stoel aan het gangpad. Maar natuurlijk. En die andere. Heeft u nog plaatsen beschikbaar in het midden? De enige plaatsen beschikbaar in het midden zijn die van de eerste tot de derde rij. Ik zit er niet op te wachten om ondergespuugd te worden door acteurs, dus. Deze zaal is relatief klein en ik ben van mening dat u van dit toneelstuk ook kunt genieten vanaf de achterste rij aan de zijkant. Is dat zo? Dan neem ik die ene aan de linkerkant, waar u het eerder over had. Een man en een vrouw bespreken de voorbereidingen voor een presentatie die ze morgen houden op hun kantoor. Wat gaat de vrouw controleren nadat het gesprek is beëindigd? Oké, okay. ik denk dat we bijna klaar zijn voor de presentatie morgen. Nog een paar dingen. De meeting begint precies om 9 uur, dus zou je vandaag de vergaderkamer extra goed kunnen controleren? Ja, yep. ik heb de kamer al gecontroleerd. Oké, okay, mooi. Heb je ervoor gezorgd dat de projector goed werkt? Oh, ik was van plan om de projector morgenochtend als ik mijn laptop heb te controleren. Nee, we moeten dat echt vandaag controleren. Als er een probleem is, hebben we morgenochtend geen tijd om dat te corrigeren. Zorg er dus voor dat je die projector vandaag controleert. Dat is het meest belangrijke, oké? Okay? Komt in orde. En, heb je nog kopies weten te maken van de stencils? Mevrouw Bakker is ze nu aan het maken. Eens kijken. Wat nog meer? Oh, heb je de whiteboard gecontroleerd? Ja, heb ik gedaan. Soms hebben die pennen niet genoeg inkt erin zitten. Had je de mogelijkheid om daar naar te kijken? Nog niet, maar daar ga ik straks zeker naar kijken. Ja, zorg alsjeblieft dat je daar vandaag naar kijkt. Wat gaat de vrouw controleren nadat het gesprek is beëindigd? Een man en een vrouw bespreken de voorbereidingen voor een presentatie die ze morgen houden op hun kantoor. Wat gaat de vrouw controleren nadat het gesprek is beëindigd? Oké, okay. ik denk dat we bijna klaar zijn voor de presentatie morgen. Nog een paar dingen. De meeting begint precies om 9 uur. Dus zou je vandaag de vergaderkamer extra goed kunnen controleren? Ja, yep. ik heb de kamer al gecontroleerd. Oké, okay, mooi. Heb je ervoor gezorgd dat de projector goed werkt? Oh, ik was van plan om de projector morgenochtend, als ik mijn laptop heb, te controleren. Nee, we moeten dat echt vandaag controleren. Als er een probleem is, hebben we morgenochtend geen tijd om dat te corrigeren. Zorg er dus voor dat je die projector vandaag controleert. Dat is het meest belangrijke, oké? Okay. Komt in orde. En, heb je nog kopies weten te maken van de stencils? Mevrouw Bakker is ze nu aan het maken. Eens kijken. Wat nog meer? Oh, heb je de whiteboard gecontroleerd? Ja, heb ik gedaan. Soms hebben die pennen niet genoeg inkt erin zitten. Had je de mogelijkheid om daarnaar te kijken? Nog niet, maar daar ga ik straks zeker naar kijken. Ja, zorg alsjeblieft dat je daar vandaag naar kijkt. Een man en een vrouw zijn op zoek naar een hotel. Welk hotel gaan ze kiezen? We moeten een beslissing nemen over het hotel voor de trip van volgende maand. Oké, okay, laten we het internet raadplegen. Het Oceaan Hotel ligt vlakbij het strand. Er staat 120 dollar per persoon per nacht. En je krijgt een ontbijtbuffet. En hoe denk je over het Pine Hotel? Die is 80 dollar per nacht. Ik wil niet te veel verspillen aan accommodaties. Hmm, maar Pine Hotel is ver van het strand en van de binnenstad. En er staat dat je moet betalen voor wifi. En Sunrise Hotel? Normaal is de prijs 140 dollar per nacht. Maar ze hebben nu een actie en dan betalen we voor één nacht 90 dollar. Het gaat tussen het strand en de binnenstad. Plus er is gratis wifi. Klinkt goed. Oh wacht, er staat dat de actie alleen voor volgende week is. Oh, dat had ik niet gezien. En deze, de Royal Hotel? Het is gelegen in het centrum van de binnenstad en het kost 100 dollar per nacht. De kamer ziet er niet zo mooi uit, maar ze hebben wel gratis wifi. Oké, okay, laten we dit hotel boeken. Oh, het is al vol geboekt. Balen, dan denk ik dat het eerste hotel het beste is. Zit het vol? Nee, niet. Fantastisch. Welk hotel gaan ze kiezen? Een man en een vrouw zijn op zoek naar een hotel. Welk hotel gaan ze kiezen? We moeten een beslissing nemen over het hotel voor de trip van volgende maand. Oké, okay, laten we het internet raadplegen. Het Oceaan Hotel ligt vlakbij het strand. Er staat 120 dollar per persoon per nacht. En je krijgt een ontbijtbuffet. En hoe denk je over het Pine Hotel? Die is 80 dollar per nacht. Ik wil niet te veel verspillen aan accommodaties. Hmm, maar Pine Hotel is ver van het strand en van de binnenstad. En er staat dat je moet betalen voor wifi. En Sunrise Hotel? Normaal is de prijs 140 dollar per nacht. Maar ze hebben nu een actie en dan betalen we voor één nacht 90 dollar. Het gaat tussen het strand en de binnenstad. Plus er is gratis wifi. Klinkt goed. Oh, wacht. Er staat dat de actie alleen voor volgende week is. Oh, dat had ik niet gezien. En deze, de Royal Hotel? Het is gelegen in het centrum van de binnenstad en het kost 100 dollar per nacht. De kamer ziet er niet zo mooi uit, maar ze hebben wel gratis wifi. Oké, okay. laten we dit hotel boeken. Oh, het is al volgeboekt palen dan denk ik dat het eerste hotel het beste is zit het vol nee niet fantastisch een man en een vrouw praten over de indeling van de vergaderkamer hoe gaan ze de tafels rangschikken laten we de tafels rangschikken voor de vergadering van morgen prima Zullen we alle tafels in het midden van de Kamer zetten, zodat iedereen in een kring zit en naar elkaar kijkt? Nee, er vindt eerst een groepsessie plaats, dus laten we de tafel scheiden in vier secties. In elke groep zitten vier personen. Oké, okay, en ik zal op elke tafel wat memo pads en pennen neerleggen. Dank u. En we gebruiken een projector voor de start van de sessie om een korte uitleg te geven. Dus we hebben hier een projector nodig. In orde. Ook gaan we gebruik maken van het whiteboard. Is het niet? Nou, als we nu eens het whiteboard tegenover het scherm zetten, laten we het achter in de kamer neerzetten. Ik begrijp het. En denk eraan om alle spullen na de vergadering terug te brengen. Zet twee tafels naast elkaar en maak vier rijen. Hoe gaan ze de tafels rangschikken? Een man en een vrouw praten over de indeling van de vergaderkamer. Hoe gaan ze de tafels rangschikken? Laten we de tafels rangschikken voor de vergadering van morgen. Prima. Zullen we alle tafels in het midden van de Kamer zetten, zodat iedereen in een kring zit en naar elkaar kijkt? Nee, er vindt eerst een groepsessie plaats, dus laten we de tafel scheiden in vier secties. In elke groep zitten vier personen. Oké, okay, en ik zal op elke tafel wat memo pads en pennen neerleggen. Dank u. En we gebruiken een projector voor de start van de sessie om een korte uitleg te geven. Dus we hebben hier een projector nodig. In orde. Ook gaan we gebruik maken van het whiteboard, is het niet? Nou, als we nu eens het whiteboard tegenover het scherm zetten. laten we het achter in de kamer neerzetten. Ik begrijp het. En denk eraan om alle spullen na de vergadering terug te brengen, zet twee tafels naast elkaar. and Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory, save them to the word bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow, and play it until you know all of the words. So, click the link in the description right now and sign up for your free Lifetime account to get these lessons and study tools.